Ik ga een gerechtje maken met wilde gambas. Zie je, dit is een prachtig exemplaar. Met een beetje pasta, wat tomaatjes, een beetje chorizo, zo een lekker platje met verse gambas. Deze is een prachtige, mooie kwaliteit. Het zijn echte wilde, verse. Je weet, ik ben altijd een grote voorstander om ook echt alles te gebruiken en alles op te eten. En daarom ga ik eigenlijk van de koppen, die eigenlijk de delicatesse is van de gamba, ik ga met die koppen een sausje maken voor bij mijn pasta te doen. Dus de eerste stap is eigenlijk dat ik de kop van de staart verwijder. Voilà, zo zit dat. Ik ga die staartjes even terugleggen. Dus gewoon eigenlijk ja, zo klein beetje zo wat trekken en dan wat draaien en dat we wat rustig aan, niet te brutaal. Voilà, zoiets. Dan komt dat vanzelf los. En nu gaan we die koppen, die gaan we gewoon snijden. En dan gaan we dat gewoon in stukken snijden. Grove stukken. We gaan dat in een kommetje doen. Daar gaan we echt een goed lekker saus van kunnen maken hoor. Ik heb ook voor een sausje te maken altijd wat groentjes nodig. Voilà, ik heb hier al wat gesneden groentjes. Wat zit daarin? Een beetje selder, een beetje prei, een beetje ajuin. Zo een klein mieropwakje van allemaal wat groentjes. In tussentijd heb ik ook al wat water opgezet, dan we even die pasta kunnen koken. Maar eerst onze saus. Ik heb nu gekozen voor olijfolie. Waarom? Omdat ik vind dat gambas in die toestanden, dat laat mij meer aan olijfolie denken en pasta als aan boter. Dus een gewoon olijfolie. We gaan die goed laten warm worden, dat dat vlees, die kop van die gamba er weer schoon kan in bakken samen met die groentjes. We gaan er aan beginnen. Die koppen daarin. Voilà. Dat is het goede lawaai. We steken dat het bakt. Onze groentjes erbij. We gaan onze look erbij doen. Je ziet, het is een schone teenlook. Dan mag je dat echt wel hebben. We hebben een beetje kruiden met wat peper en wat zout. Ik ga er een klein beetje water bij doen. Voilà, en laat het nu maar stoven. Uiteindelijk, het is eigenlijk de bedoeling dat we zo, als onze pasta gekookt is, dat we die zo lekker door dat sausje kunnen halen, dat ook die pasta die goede smaak van die gambas krijgt. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus ons sausje staat op, het water voor onze pasta staat op. Dan gaan we nu aan onze garnituur beginnen. Ik ga beginnen met de paprika's. Wat is er gebeurd? De paprika's zijn geschild. We gaan wat garnituur snijden voor ongeveer 2 personen. Daar moeten we wel wat voor zorgen. Dat moet wel in mooie blokjes zijn, maar dat blijft zichtbaar in onze pasta. Wat van die groene paprika. Onze venkel. Nu, ik heb nu gekozen voor deze groentjes, maar ja, alle groentjes is lekker. Hè? Als er nu de tijd is van verse erwtjes of en snijboontjes of gelijk welke groente eigenlijk. Alles kan. Ik heb hier allemaal verschillende soorten tomaten. Ik heb wel op voorhand al een klein beetje die gepeld. En er een beetje brunoise van gesneden. Je ziet dat ze dezelfde tomaatjes ontpeld en in fijne stukjes. Dat is ook altijd lekker erbij. Voilà. Je ziet nu al van kleur. Is dat mooi, hè? Nu gaan we die prachtige exemplaren pellen. Ja, je ziet dat zit ook zo allemaal in verschillende
scharniertjes. Dus eigenlijk, we gaan dat zo stuk per stuk losmaken. Gewoon daartussen. Voilà. Hier kunnen we niks mee doen. En dan gaan we naar het volgende, dat we zeker dat vlees van die gamba niet stuk doen. Deze zijn eigenlijk gambas die onmiddellijk, als ze gevangen zijn, want deze komen uit Nigeria, onmiddellijk dat ze gevangen worden, worden die op zee onmiddellijk in hun eigen biotoop, dus in hun eigen water, onmiddellijk diep gevroren. Als je dat op voorhand bestelt bij een goede visboer en je zegt van ik moet van die echte goeie, wilde gambas, van die grote, dat die dat zeker en vast kan bezorgen. Want dat is iets dat echt in de handel is. Maar het is echt ook wel een delicatesse. Het is iets waar je echt moet van genieten. Want het is zeker niet goedkoop, maar het is wel de moeite waard. Voilà. Wat is de volgende stap? Je ziet het al, daar zit ook een darmkanaal in. En dat moeten we er zeker uithalen. Voilà. Ik ga die gewoon overlangs snijden. Mooi in de helft. En dan gaan we die openleggen en dan zien we daar of dat er nog ergens iets in zit. En deze is oké. Okay. Je ziet, het is deze kanaaltje dat we moeten verwijderen. Voilà. Ons water kookt. Ik ga een klein beetje zout in het water van de pasta doen. Klein druppeltje olijfolie ook. Goed in alle vormen, hè. Dunne, dikke. Tagliatelle, alles mag. Hè. Je mag er alles voor gebruiken. Dan moet je maar doen hetgeen dat je zelf het liefste hebt. Maar altijd wel koken in ruim water. En zo'n klein beetje wat beweging inbrengen. Dat ze mooi van elkaar gescheiden blijven. En dat het niet aan elkaar plakt. De groentjes, die ga ik heel, heel, heel lichtjes in een klein beetje olijfolie. Zo'n klein beetje aanbakken eigenlijk. Die mogen een beetje rauw blijven. Dat mag wat krokant blijven. Heel eventjes aansudderen. Nu is het moment voor ons sausje te passeren. Dus we doen dat gewoon op die gesneden groentjes. We gaan die karkasjes er allemaal inkappen. En de jus ook natuurlijk. Voilà. Goed uitduwen. Je ziet, dat wordt echt beloond dat je dat rustig aan doet. En goed duwt. Als je dat niet zou doen, dan ben je de helft van je vocht verloren eigenlijk. Voilà, dat is klaar. We gaan even terug op het vuur zetten. Voilà, de moment om onze gambas te bakken. We gaan die uiteraard bakken in olijfolie. We gaan onze gambas kruiden. Ik ga dat nu wel doen met een goed zout. Een iets grover, zeezout. Klein beetje peper. Een pan goed warm maken. Je ziet, dat moet zo'n beetje beginnen roken. Gewoon rustig laten bakken. Niet te veel aan bezig zijn. Nooit in prikken. Nog een klein beetje olijfolie aan toevoegen. Voilà, in de tussentijd zal onze pasta klaar zijn. Die gaan we gewoon afgieten. Je weet, pasta nooit te lang koken. Die mag zo'n klein beetje al dente blijven. Een klein beetje zo wat. Maar knapperig blijven. En nu gaan we die eigenlijk, je ziet, dat is ons jusje dat we gemaakt hebben van al die groenten en van die koppen.
Deze is oké, okay, dat ga ik al opzij zetten. Dan gaan we onze pasta in doen. Zien dat er niet te veel water niet meer bij zit. Een beetje schudden. Voilà. We doen dat erin. Dan nog onze kleurrijke palet van tomaatjes eronder. We gaan dat mooi door elkaar mengen. En voilà, we gaan dresseren. Uiteraard, warm gerecht, warm bord. Je moet eens zien hoe mooi dat die ja, gekleurd zijn, schoon opgekrold. Dat is, zo echt, ja, dat is echt fantastisch. Hè? Ik ga er zo een paar druppeltjes limoen op doen. Een beetje van die pasta. Alles een beetje in verhouding. Een beetje van de groentjes en de jus. Een beetje julienne van onze chorizo. Een paar druppeltjes olijfolie. Een klein beetje grof zout. En dat is ons gerechtje. Pasta met wilde, verse gambas en chorizo.